Yo, Nintendo fans! We hebben een probleem. We hebben een deur opengemaakt en er komen allemaal eeuwoude Pokémon uit. Nu moeten we gaan battelen. Laat in de comments weten welke eeuwoude Pokémon jij het vetst vindt. Doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we nu heel snel spelen. Ja, ik vroeg of je wilde abonneren. Zou het echt heel tof vinden als je dat zou doen. Terwijl deze gekke Pokémon allemaal naar beneden rennen. Het is tijd voor een battle tegen... hele gekke Among Us'en. Een Misdreavus. En een Super Donphan, die allemaal een andere naam hebben. Arvin, niet in paniek raken. Dit gaan we gewoon oplossen. Let's go. Kijk, zie je, Nemona zegt ook... Nu, het is mijn beurt. Dit gaan we samen doen. Rikachu, come on. Nemona en ik fixen dit gewoon. Alleen, ik heb nog steeds Klotzaaier op de eerste plek. En die wordt waarschijnlijk gesloopt door deze Great Tusk. Level 64. Oké, ik ga hem laten slapen. Ik ga hem laten slapen, Nemona. Wij hebben moeite met deze Pokémon sowieso. Hij gaat voor Rabbit Spin. Daardoor wordt hij sneller. Hier, ik ga even gapen naar hem. Dan gaat hij zo over een paar beurten slapen. Ja, ik kan hem amper aanvallen. Als ik mijn Earthquake doe, dan maak ik ook die Lycanroc van Nemona kapot. En dat is niet de bedoeling. Ga zo lekker slapen, joh, Great Tusky. Ik doe maar poison jab dan en hopen dat ik hem ook poison. Kijk, wel trusten. Dit is mijn rol. Ik ben gewoon van de ondersteunende rol vandaag. Ja, zo gaat het rustig aan de goede kant, toch? Hij is nog steeds aan het slapen. Wat slaap je schattig, joh. Hierna nog één beurt, denk ik. Oh, hij is wakker. Oh nee. Rustig aan, Great Tusky. Oh, hij gaat rapid spinnen op mij. Hij heeft helemaal niet zulke goede aanvallen nu, lijkt het wel. Wat zo vlot. Lekker Nemona. Lekker Lycanrocky. Goed gedaan. Hoppakee. Penny zegt, ik ben blij dat je aan onze kant staat, maar ik vind je soms nog steeds heel erg irritant. Oh nee, pas op, Penny. Ze vragen Rick, help me. We moeten tegen deze gekke Among Us'en. Ik vind die wel tof trouwens, die is wel echt leuk. Goeie verbetering. Brute Bonnet heet dat ding. Ja, zou die nog steeds grass zijn? Oh ja, jij gooit jouw Umbreon. I love your Umbreon. Ik word gespoord. Oh nee, nu laat hij mij slapen. Ja, dat is niet oké, jongen. Mijn Klotzaaier die wil naar bed. Hier, ze Titan voor je. Oh nee, ik ben er dus achter gekomen dat je dat moet uitspreken als Sea Titan. Het is natuurlijk de Titaan van de zee. Laat je die nou ook slapen? Yo, jij bent kapot irritant. Ik vind jou vanaf nu geen leuke Pokémon meer. Jij bent echt super vervelend. Ik dacht dat ik jou tof vond, maar je bent echt een irritantje. Maak hem kapot, Umbreon. Oké, die is not very effective. Ja, en nu ga je trashen, hè? Sea Titan, word even wakker. Dat is op zich handig als je wakker zou worden. Oké, maar die Dark Pulse van Umbreon, die doet niet veel. Oh, hij is wel flinched nu. Dat is nice. En hij is confused. Lekker. Ja, ik blijf nog even slapen. Waarom slaapt iedereen? Ondertussen gaat Umbreon lekker door met not very effective moves. Brute Bonnet is confused. Je gaat nu trashen op Umbreon. Oké. Ik ben wakker geworden. Lekker Sea Titan. Hoppakee. Avalanche. Heel nice. Dat gaan we zo nog even een keer doen. Als die mij tenminste niet laat slapen. Ga maar even jezelf slaan anders. Is leuk. Doe maar. Hoppakee. Lekker bezig, Brute Bonnet. Oké, nee, eerlijk. Ik vind deze wel grappig, man. Deze Pokémon. Hij is wel een beetje vervelend, maar hij is wel cool. Penny die zegt, man, het moet wel verschrikkelijk zijn in het verleden. Oh, kijk, hij wordt boos. Corridon wordt boos. Oh, ze zijn allemaal weg aan het rennen. Oh, nice. Nemona die zegt, nee, dit is helemaal niet nice. Want als ze ontsnappen en allemaal in Paldea gaan, dan hebben we een probleem. En Nemona zegt, kom, we moeten erachteraan. Samen met Penny. Oké, die gaan weg. Arvin, jij en ik, jongen. Jij en ik moeten dit fixen. We moeten tegen deze Misdreavus. Ik noem hem gewoon Misdreavus. Het is gewoon een geüpgrade Misdreavus. Oh, ga je nou op mij weer? Moet dat nou? Moet je nou op mij jouw schaduwbal gooien? Oh, lekker. Je hebt crunch. Lekker, man. Hoppakee. Kijk, dit gaat tenminste lekker snel. Fluttermanky is ook weg. Zijn ze nu allemaal verjaagd? Nou, er staan nog steeds van die gekke Among Us'jes achter ons. Oh, Arvin gaat met hun battelen. Samen met Mabostiff. En Arvin zegt, Rick, jij moet met jouw partner daar naar binnen gaan en het fixen. Oké, is goed, man. Lekker bezig, Arvin. Hoppakee. Kijk, die bakkes, jongen. Oh, Arvin wil nog met Corridon spreken. Die zegt, Corridon, je hebt mijn hele jeugd geruineerd, weet je. Maar nu ik zie dat je een beetje bang bent en zo, dat laat me niet echt beter voelen. Je bent een supersterke Pokémon, dus gebruik je krachten. En je hebt ons ook nog. Dus denk er niet aan om te verliezen van die sukkel. Ha, lekker Arvin. Arvin zegt, wees dapper. Sta op en vecht. Hij lijkt wel president van Amerika, joh, met zo'n speech. Dat doet hij goed, eerlijk. Ik ga niet voor je liegen, dat was een goede speech. Oké, we gaan naar binnen. Oké, wat gaat hier allemaal gebeuren dan? Zag ik daar professor Sada? Hé, daar zit ze. Sada! Het gaat niet helemaal goed met haar, zo te zien. Ze ziet er een beetje geruineerd uit. Ze heeft ook echt zo'n pakje aan van holbewoners en zo van vroeger. Kijk dan.
Ja, wel vet. Wel vet. Oh, hallo. Ik vind je een beetje eng. Ben je een robot? Deactiveer slaapmodus. Die ogen. Je bent een... Wat? Heb je jezelf in een robot veranderd? Zade zegt, hallo Rikachu, dankjewel dat je gekomen bent. Oh my gosh. Word jij beschermd of zo door deze Koraiden? Oh, oh. Huh? Die Koraiden is van jou? Je hebt één Koraiden voor jezelf gehouden. Oké. Okay. Zade zegt, die is veel agressiever dan jouw Koraiden. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Jouw Koraiden is gevlucht uit Area Zero, omdat hij een strijd heeft verloren toen ze hun territorium wilden bepalen. Toen heeft jouw Koraiden verloren. Oh, Koraiden, daar hoef je niet zo down over te zijn. Je kan altijd een keertje verliezen. Zade wil haar verontschuldigingen aanbieden. Ik ben niet de echte professor Zade. Ja, joh, je... Hè? Waar is de echte Zade dan? Wie ben jij? Ik ben een artificial intelligence, een AI die de professor heeft gemaakt. Ik heb al haar herinneringen en haar kennis. Ik ben gewoon een AI-robot. De echte professor is overleden na een incident dat station nummer 4 heeft kapot gemaakt. Oh my gosh. Echt? We moeten daar niet de Pokémon de schuld geven, maar het was de originele professor die gefaild heeft. Die heeft de kracht van deze Pokémon onderschat. Ik geloof dat de professor niks anders wilde voor Koraiden, dat hij gewoon overleefde. Daarom gooiden ze zichzelf voor Koraiden om hem te beschermen. Toen heb ik contact opgenomen met directeur Clavel. Wow. Maar ik was altijd gewoon al een AI. Rikachu, de reden dat ik je vraag om hier naar beneden te komen is omdat er nog één ding te doen staat hier in het Zero Lab. En ik heb je hulp nodig. In het kort, stop die tijdmachine die de originele professor heeft gemaakt. Zodat er geen Pokémon meer kunnen ontsnappen uit vroeger naar de tegenwoordige tijd zeker. Oké dan. Het is gewoon een nep Professor Zade. Nou, laten we dat maar gaan doen dan. Hier ligt nog een Pokeball. Booster Energy. Wat is dat dan? Oh, daarmee wordt gewoon je Pokémon sterker. Oké, aan wie gaan we die eens geven dan? Laten we die geven aan... Klotsaier. Zaten hier allemaal Pokémon in vroeger of zo? Nou, daar gaan we vast en zeker antwoord op krijgen van Zade. Stap in de lift, dan gaan we naar beneden. Ja, daar gaan we hoor, daar gaan we. Rikachu, ik ben zo blij dat je er bent. Wat wil je weten? Nou, ik wil meer weten over die tijdmachine. De professor en deze AI-robot hebben daar samen aan gewerkt. Het stuurt een Pokémon terug naar een bepaalde tijdlijn en dan vangt de Pokéball een Pokémon. En dan kunnen we die Pokéball weer terughalen naar onze eigen tijd. Oké. Professor Zade was gefascineerd door deze oude Pokémon. En zelfs terwijl we praten, komen er nog steeds Pokémon van vroeger hier naartoe. Wat is een AI? Nou, wat is een AI? Artificial Intelligence wordt gemaakt door een mens. Het is een computer die de herinneringen en kennis van de originele professor calculeren, uitrekenen en op basis daarvan doe ik acties. En daarmee lijk ik zoveel mogelijk op de originele professor. Wat is er gebeurd met de echte professor. Nou ja, die is dus overleden. Jeetje, man. Maar wat wil je nou eigenlijk van mij? Zade zegt, de originele professor had een droom. Een wereld waarin de oude Pokémon en de nieuwe samen konden leven in één wereld. Maar dit is gigantisch misgegaan. Het zorgt ervoor dat alle ecologische balans verdwijnt. We hadden een barrière gebouwd, maar die barrière wordt doorbroken door sterke Pokémon zoals de Great Tusk. En op een gegeven moment zullen alle Pokémon dus uit Area Zero komen en in Paldea gaan verschijnen. Ik ben een kopie van de professor en toch, ik snap de logica niet altijd. Rick, je bent een geweldige trainer. Gebruik die kracht om de droom van professor Zade te vernietigen. Oké. Als dat is wat we moeten doen om de wereld te beschermen, ja, dan moeten we dat doen. Oh, we zijn nu ook beneden gekomen. Wow, we zijn in een of andere gigantische terrestrializing omgeving of zo. Is dat de tijdmachine? Oh, wel vet, man. Daar kunnen ze wel toffe dingen mee doen, man. Dat je die tijdmachine in kan gaan naar een eeuwenoude regio en dat er dan nog veel meer van die oude Pokémon zijn als DLC. Oh, dat zou wel sick zijn. Maar ja, we moeten die tijdmachine nu kapot gaan maken. Oké, ja, het ziet er wel intens uit allemaal. Kijk dit, joh. Wat is dit voor een gekke plek? Oké, Zade. Om dit ding te activeren moet je de Scarlet Book gebruiken. En dan kunnen we de tijdmachine stoppen. Er is alleen één probleem. Als je de tijdmachine gaat stoppen, dan zal ik jou waarschijnlijk gaan aanvallen. Oh, goed dat je me alvast voorbereidt. Omdat ik een AI ben, kan de computer er dus voor zorgen dat ik gekke dingen ga doen. En dan ben ik gewoon een battle machine. En dan moet ik gewoon iedereen verslaan die deze tijdmachine kapot wil maken. Dan zo sta ik nou eenmaal geprogrammeerd. Maar ik geloof dat jij mij kan verslaan. Oké dan. Ja, wel vet, wel vet. Let's go, laten we dit gaan doen. We moeten ons klaarmaken voor de ziekste battle ooit. In deze Paldea-regio. Kijk. Er wordt ook gezegd. Wacht. Nee, niet doen. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Ja, kijk, daar komt ze. Ja. AI Zade is in de slaapmodus. En wacht het aanvalsprotocollen af. Oh my gosh, wat gebeurt er allemaal, joh? Ze zegt, alsjeblieft, versla mij. Wow.
dit is wel cool, man. Oh, dat is de portal. Kijk, daar komt al een nieuwe Pokémon. Uit het verleden. Is dit Koraiden? Of nee, je hebt gewoon een nieuwe Pokémon gevangen in een Master Ball. Oh my gosh, je ziet er duister uit. Oh, snap. Kijk, daar staan. Ja, dit vind ik wel cool, hoor. Dit is wel heel vet gedaan. Maar zijn dit dan ook Pokémon die ik nog niet ken? What? Slitherwing? Een variant op Volcarona? Die is vet. Die is heel cool. Ze zegt, ik weet niet wat je denkt, maar dit gaat niemand lukken. Ik ga beginnen met Toxic Spikes. En hij gaat beginnen met Zen Headbutt, wat super effective is. Dat vind ik heel naar. Ik weet ook gewoon niet wat voor types dit allemaal zijn. Ik heb het vermoeden dat dit een moeilijke battle gaat worden. Nee, ik ben flinched. Heel mijn tactiek gaat er nu al aan. Ja, nu kan ik dus Hyper Potions gaan gebruiken. Maar als die dus elke keer Zen Headbutt gaat doen, dan gaat mij... Ja, dan maakt het allemaal niet uit. Ja, jongens, wat is dit nou? Dit is een AI. Wordt het nou zo dat alles perfect en in het voordeel gaat van de tegenstander? Is dat wat het is? Dit vind ik heel flauw. Ik ga er nog steeds vanuit dat Slitherwing in ieder geval een bug-type Pokémon is. Dus ik ga voor Flying Attacks. Kyloatrel, alsjeblieft, jongen. Help mij. Kom op, Hurricane. Laat het raken. Ja, lekker. Lekker, laat het super effective zijn. Lekker! Oké. Nu staat het gewoon weer 1-1. Oh man, maar dat mijn klotsaaier zo genakt wordt, dat vind ik echt niet chill. Fluttermane is waarschijnlijk weak tegen Ghost ook. Zal waarschijnlijk wel Ghost blijven. Ik hoop dat mijn Annihilate dit allemaal kan fixen. Ik ken die types niet. Ik weet niet wat voor types het zijn voor de rest. Maar ik ga ervan uit dat ze hun eigen type behouden zoals ze vroeger waren. Dat is in ieder geval Ghost. Ik ga er ook een beetje van uit dat ik sneller ben. Ik ben niet sneller. Oh, dan gaat Annihilate eraan, denk ik. Dan ga ik eraan. Dan is dit de verkeerde keuze geweest. Oh, nee, ik sloop hem in één keer. Oké. Onverwacht. Maar wel chill. Screamtail. Oh, dat was die Jigglypuff. Ja, die zal in ieder geval wel fairy zijn, denk ik. Dan gaan we voor King Ambit. Let's go, King Ambit. Let's go. Jij mag ook wat doen in deze battle. Ik heb je al een tijdje niet meer gezien. Let's go. Ik kan mezelf ook gewoon keihard gaan verdedigen nu de hele tijd. Zal ik een gokje doen en Iron Defense doen? Oh, Drain Punch is super effective. Ik ga voor Iron Defense. Ik ga mezelf boosten, mijn verdediging boosten. En dat ga ik gewoon nog een keer doen. Ja, dan kun je Drain Punch doen. Dan kun je dat wel doen. Maar dat maakt niet uit, hè. Want ik ben mezelf aan het verdedigen. Lekker, King Ambit. Zorgen dat hij de hele battle mee kan. Misschien hebben we er dan straks nog wat aan. Even een Hyper Potion geven tussendoor. We zorgen ervoor dat fysieke aanvallen straks hem helemaal niks meer doen. Kijk, 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 kijk. Dit gaat de goede kant op. Nog een keer Iron Defense. Let's go. Hij is wel snel. Dat wel. Dan doe ik hierna nog één keer Iron Defense. Dan weer een potion. En dan ga ik aanvallen. Ik neem even mijn tijd gewoon voor dit. Wat? Critical hit? Hoe kan dit? Niet. Beter is mijn Annihilate sneller, want die schijnt ook super effective moves te hebben. Oh my gosh, ik voel me zo genaaid. Ah, nee. Nee, nee, nee. Hoeveel geluk heeft die Sada? Ik stond er echt vet goed voor gewoon, hè? En nu dit. Nu sta ik er echt slecht voor. Oh my gosh. Natuurlijk die Fairy-type attack. Die sloopt mij. Liquidation. Hopelijk doe ik genoeg damage. Nee, ik doe veel te weinig damage. Heb ik geen... Ja, ik heb wel revives. Ik heb wel revives. Maar ik ga denk ik klotsaaien maar revive of zo. Ik weet het anders ook niet. Slechte keuze om Quaquaffle in te zetten. Oh my gosh. Wat ben ik aan het doen, jongens? Wat ben ik aan het doen? Please, Klotsaier. Please, overleef iets. Overleef iets gewoon. Oh, hij overleeft iets. Nu Toxic Spikes. We moeten nu eventjes een beetje gaan herstellen. Ik heb 4 Max Potions. Nu moet ik er 1 gaan gebruiken. Ik denk niet dat ik dit kan overleven allemaal. Het enige wat ik kan proberen is om hem te laten slapen. En dan heel mijn team te gaan healen. En hopelijk slaapt hij dan 4 of 5 beurten lang of zo. Een beetje herstelwerkzaamheden. Maar ik twijfel of dat lukt hoor. Ik twijfel heel erg. Zen Headbutt gaat mij pijn doen. Kijk, nu slaapt hij. Het zou zo chill zijn als ik gewoon wat meer revives had. Of max revives had. Dan wat het al, ging het allemaal wat sneller. Ik heb nu 2 Pokémon gerevived. Ah, hij is nu al wakker. Nee joh. Oh, het zal me ook even een keer meezitten. Wat een nare battle. Geef me gewoon even de tijd om te herstellen. Verdorie. Ga gewoon lekker slapen. En blijf gewoon lekker 5 beurten slapen alsjeblieft. Als het goed is valt hij deze beurt in slaap. Oké, dus nu ga ik in ieder geval King Ambit weer naar 100% brengen. Dat die weer helemaal levend is. En Quaquaffle, die krijgt ook een Hyper Potion. Blijf slapen alsjeblieft. Blijf slapen, blijf slapen. Blijf langer slapen. Goed zo. Dan nog 1 Hyper Potion voor Klotsaier zelf. Dan is alleen Annihilate nog down. Maar die laat ik gewoon, denk ik. Ik ga niet het risico nemen dat ik die ook nog helemaal moeilijk moet gaan doen. Ik kan eindelijk gaan aanvallen, jongens. Poison Jab. Screamtail wordt wakker.
doet natuurlijk weer Zen Headbutt. Super effective. En ik ben verdorie weer flinched. En ik ben down. Wat is er met deze AI Sada? Ik word hier zo moe van. Alles zit tegen. Laat me Iron defensen. En stop jij met je stomme Drain Punch, jongen. Laat me verdedigen. Ik ga nu gewoon op zeker spelen. Ik gooi gewoon nu weer een Hyper Potion. Ik wil niet weer dat ik een of andere stomme critical hit op mijn hoofd krijg. En dan opeens weer down ben. Dat gaat me niet nog een keer overkomen. Let's go. Iron defense. Kijk, dit bedoel ik, hè. Dit bedoel ik. Die critical hits zijn echt niet oké. Nu een full restore. Ik ben helemaal klaar met deze Screamtail. Nog één Iron Defense. Nog één Hyper Potion. En dan gaan we aanvallen. Why yo, Sada? Jij maakt het me veel te moeilijk. Jij bent veel sterker dan Gita. Gita was echt een probleem. Ik kan natuurlijk nu Klotsaaien gewoon weer reviven. Ik denk dat ik daar wel tijd voor heb. Oeh, volgens mij is die Drain Punch op. Maar dit biedt kansen. Nu kan ik heel mijn team weer reviven. Als jouw Drain Punch op is, dan heb je geen super effective move meer op mij. En dan kan ik nu mijn gang gaan. Hoppakee. Ah, de Pokémarkt en ik zijn beste vrienden. Ik haal de items en dat redt mij in deze battle. Lekker dit zeg. Ze zeggen wel eens dat geduld een schone zaak is. Nou, dat is het echt. Hier, heel mijn team is gewoon weer vol. En dan is het nu rustig tijd om deze freaking Screamtail te gaan slopen. Met je critical hits waar je mee moet stoppen. Oké, daar gaan we. We gaan aanvallen. Eindelijk. Play Rough is weer een critical hit. Natuurlijk. Freaking Screamtail, jongen. Die moet echt even normaal gaan doen, hoor. Hij is wel in één keer kapot. Wat krijgen we nu? Nu krijgen we die Brute Bonnet. Die is weak to flying and ice. Ik ga weer voor Kyloatrel. Let's go. Stel, er komt nog een Dragon-type Pokémon aan. Dan kan ik mijn Sea Titan natuurlijk goed gebruiken met ijstype moves. Brute Bonnet. Die is wel lekker poisoned. Oh, ga ik hem uiteindelijk toch winnen? Ik begin een beetje hoop te krijgen. Sucker Punch doet zoveel pijn. En ik mis mijn Hurricane. Alles wat in de battle fout kan gaan, gaat wel fout hoor, jongens. Het is ongelofelijk. Kyloatrel gaat... Oh, Kyloatrel gaat niet down. Ik dacht, ik gebruik Dual Wingbeat om eens even te kijken of ik hem dan alsnog kan verslaan. Oh, Sucker Punch... Ah, ja, ja. Nee, ja, jammer. Dit ging ook weer matig. Weet je wat? Ik ga voor Quaquavel. Ik mag toch hopen dat ik sneller ben. Ik ga voor Air Slash. En dan gaan we hem sowieso slopen. Want Air Slash is super effective. Want het is een Flying Type move. Oeh, en dan is mijn Sea Titan gewoon nog full HP. Ik wou dat risico even niet nemen. Oké. Sandy Shocks. Klinkt als Ground Electric. Ik zou water kunnen gebruiken. Maar Quaquavel wordt ook wel kapot gemaakt in één keer, denk ik. Als ik een Electric Type move op mijn hoofd krijg. Ik ga het denk ik toch maar proberen. Volgens mij heeft zij nog 2 Pokémon over nu. Dat is ook niet het allerslimste wat ik kan doen, maar... Ik hoop gewoon dat ik super sterk ben eigenlijk. Daar komt het op neer. Super sterk en super snel met Liquidation. Hopelijk gaat dit lukken. Discharge doet zoveel pijn. Oh, en ik ben paralyzed. Nu zal ik ook deze move waarschijnlijk niet kunnen doen. Nee, natuurlijk niet. Want ik ben fully paralyzed. Ik had het ook wel weer kunnen verwachten. Want alles gaat letterlijk mis. Alles wat fout kan gaan waar ik pech kan hebben, heb ik ook pech. Aqua Jet. Ben sowieso sneller. Ik ga het niet slopen nu. Maar ik heb hem in ieder geval wel genoeg damage gedaan, denk ik. Zodat hij nu door zijn poison ook kapot gaat. Quaquavel is ook weg. Jemig, man. Heftig dit. Sandy Shocks is ook down door de poison. Dus dat is lekker. Wow, ik weet niet wat er allemaal hier nu gebeurt. Oh, ik moet een Pokémon gaan kiezen die ik er nu uit ga sturen. Ik ga voor King Ambit, denk ik. Die mag even een klap gaan opvangen. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. King Ambit, zijn verdediging is super hoog nu. Dus hopelijk gaat hij het een klein beetje overleven. Moet hij tegen Roaring Moon. Oeh, dat klinkt als... Wow! Salamence! Een van mijn favoriete Pokémon heeft een nieuwe vorm gekregen. Ik vind Salamence zo cool. Wow, Roaring Moon is freaking sick! Die is insane! Sowieso ga jij nu terrestrializen, denk ik. Ik ga Retaliate proberen, want in de vorige beurt is een van mijn Pokémon verslagen. Hij gaat niet terrestrializen. En hij heeft wel super effective move, namelijk Earthquake. Dit zou best nog wel eens een probleem kunnen gaan worden. Oké. Sea Titan. Let's go! Hopelijk heeft hij geen super effective moves op Sea Titan. Het is tijd voor mij om te terrestrializen. En we gaan Avalanche doen. Want ik heb het gevoel dat Roaring Moon sneller gaat zijn dan Sea Titan. Ook al ben ik terrestrializer. En dan doe ik dubbele damage. Dit moet hem worden, jongens. Mijn shiny Pokémon moet het dan gaan doen op het allerlaatst. Please. Overleef. Hij doet Stone Edge, maar hij mist mij. Ja, dat is natuurlijk altijd goed als ik mis. Als hij mist, maar ik weet niet of ik hem nu in één keer sloop. Jawel! Jawel! Roaring Moon gaat kapot. Woe!
wat een battle was dit, man. Zoveel van mijn Pokémon zijn gesloopt. Maar hey, Sada de robot, die heeft een stroomstoring. Oh, lekker dit. Ja, hebben we nu de computer gewoon gesloopt? Hebben we onze taak volbracht? Oh ja, die robot die doet het niet echt meer volgens mij. Die heeft echt een flinke stroomstoring te pakken. Hey, Arvin is er! Yo, what up Arvin? En Penny en Nemona. Penny zegt, wat is dit? En Nemona vraagt, heb je alle slechteriken al verslagen zonder mij? En Arvin zegt, oké, nu, jij, wie ben je nou eigenlijk? Ja, misschien kan je het al een beetje zien. Hey, is dit wel professor Sada? In het naambalkje staat professor Sada met een vraagteken. En die zegt, dankjewel voor alles. De tijdmachine is eindelijk gestopt. Arvin zegt, je bent mijn moeder niet, hè? En de professor zegt ook, ja, kijk eens hoe groot je bent geworden. Ik ben zo trots op jou. Mijn, sorry. Je was zo lang alleen. Sorry, Arvin. Oh, nee. Gaat er nou nog wat gebeuren? Nee. Ik denk het wel. Dat gaan we zien in de volgende aflevering, jongens. Er gaat hier nog van alles gebeuren, want er gaat een ziek alarm af. Als je dat wil zien, duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, want dan mis je die video sowieso niet. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!